Hier op de Jeanne d'Arc Show in Tilburg is de schilder Manuel samen met de leerlingen een muurschildering aan het maken om de leegte van het schoolplein op te vullen. Wij gaan een kijkje nemen wat ze nou precies binnen aan het doen zijn. Vind je het leuk om te schilderen voor dit project? Ja. Je hebt ook een tekening gemaakt en wat zie je daarop? Een lege baan. Ja, je schildert ook met Manuel. En hoe vind je het om samen met hem te schilderen? Heel leuk. En vind je het soms lastig om dingen tegen hem te vertellen? Want hij praat natuurlijk een andere taal. Ja, soms wel, ja. En hoe doe je dat dan? Soms kan ik wel een beetje Engels, maar niet altijd. Nou, de kinderen vinden het heel erg interessant en leuk. Ze hebben eerst lessen gehad over Nicaragua, over de natuur en over de leefwijze. En hoe kinderen daar leven. En dat vonden ze super interessant. Het waren ook erg goede gastlessen door Stedenbrand Matagalpa. Helemaal afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Dus de kleuters kregen een ander programma dan de kinderen uit groep 8. Daardoor waren ze al super gemotiveerd om aan muurschildering te gaan werken. En toen hebben de kinderen zelf ontwerpen gemaakt over de natuur van Nederland en van Nicaragua. Nou, je had die gezichten moeten zien op maandagmorgen toen het ontwerp gepresenteerd werd, want ze zagen gewoon echt letterlijk hun eigen tekeningen terug. Dus het was heel erg leuk. I was excited for to share my knowledge with the people here in Holland. Well, I speak Spanish and a little bit English, and sometimes we ask the children if they speak English, and because we can communicate with English. De campagne Alle kinderen weer naar school is in feite een van de millenniumdoelen die in 2015 gerealiseerd zouden moeten zijn. En wij hebben ons daar vanuit de Stedenbrand nogal hard voor gemaakt, omdat het natuurlijk vanuit scholen gezien belangrijk is om alle kinderen weer naar school te stimuleren. Twee collega's van mij hebben in de week voordat Manuel kwam in alle klassen van deze school lessen gegeven over Nicaragua, over het leven in Nicaragua, ook over dieren en natuur in Nicaragua. Waarover heb jij les gehad? De vulkanen van Nicaragua. En wat hebben ze daarover verteld? Over wat voor vulkanen er zijn en wat een nou precies een explosie is. Zal het er mooi uitzien straks op het schoolplein? Ja, want dan hebben we niet meer zo'n grote lege muur. Eindelijk is de onthulling van het project. De leerlingen zijn zelfs in de vakantie naar school gekomen om te schilderen. Na hard te hebben gewerkt is de leegte van het schoolplein van de Jeanne d'Arc School toch opgevuld.